Hallo allemaal, welkom na een lange tijd weer. We zijn er vandaag weer met een kookvideo. U ziet hier, onze pan is op vuur en we doen wat olie in. Ja, olie. En wat zullen wij vandaag koken? Vandaag zullen we lekkere kwikwi klaarmaken. En hoe ik dat doe, zal ik u wijzen. Natuurlijk zeg ik weer, en ieder heeft zijn of haar eigen manier van koken. Wat is uw manier van koken? Vertelt u aan ons in de commentbox. Hier wat knoflook en uien. We zijn hier onze uien aan het bakken en we zullen goudbruin bakken. Ja toch? En we gaan vandaag heerlijk eten. Ja, lekkere kwikwi. Hier hebben we onze knoflook in gedaan en dan zullen we dat samen bakken met onze uien. We zullen even roeren. Ja, nog een beetje knoflook en dan mixen. En ik maak vandaag mijn kwikwi klaar met een beetje meer masala. Ja, veel masala. Een beetje veel masala is altijd heerlijk als je kwikwi maakt. Ja toch? Hier wat masala. De mensen die kwikwi lovers zijn, zij weten het zeker. Ja toch? Laat ons weten in de commentbox hoeveel masala u zet. We gaan hier onze masala dan even mixen, even roeren. En dan zullen we hem even laten om te bakken. Even weer alles bij elkaar brengen en bakken. Hier heb ik wat Chinese taier en ik zal mijn Chinese taier dan ook even bakken in mijn mixture van masala, knoflook en uien. Er zijn ook mensen die aardappel zetten. Je kan natuurlijk ook cassave doen voor een mooie, lekkere, dikke sjeu. Ja toch? Nou, ik kreeg nu al watertanden hoor. Ja. Dat hoort erbij. We hebben nog geen peper in gedaan. Dat doen we op het laatst. Want er zijn ook kinderen die zullen eten. Dus we zullen het niet zo pittig maken. Hier hebben we onze kwikwi. Lekker schoongemaakt en gewassen. En ja, die mag dan zo erin. Natuurlijk kunt u uw kwikwi ook pittig maken. Iedereen heeft zijn eigen smaak. Ja toch? Maar ik doe het op deze manier. Onze kwikwi is al erin en dan zullen we dat even omscheppen. Samen met onze Chinese taier en onze uien en knoflook. En ziet u het? Lekker masala, hè? Ja. Heerlijk is dat. En dit zal ik zeker eten met warme rijst. Warme rijst. Met alles is altijd lekker. Ja toch? Hier hebben we onze kwikwi al gemixt met onze Chinese taier, knoflook en uien. We gaan hem even weer omscheppen. En natuurlijk doen we zo meteen onze ingrediënten in. Ik heb wat tomaat gesneden en hier gaat er wat tomaat erin. Tomaat heeft ook een lekkere smaak, ja toch? Er zijn natuurlijk mensen die geen tomaat zetten in een kwikwi, maar er zijn heel wat mensen die wel tomaat zetten. Als je het niet heeft gezet ooit, dan zou ik je wel aanraden om tomaat in je kwikwi te doen. Dat geeft het een heerlijke smaak. En natuurlijk is tomaat ook lekker hoor, ik mag je zeggen. Ja, ja. En hier hebben we dan alles lekker omgeschept. Even gewoon zo laten bakken. Hier gaat wat zout in. Natuurlijk zeg ik het weer. Zout naar je smaak. Ik heb hier 2 theelepels zout gezet. Hier heb ik wat zwarte peper. Halve theelepel zwarte peper. En ja, dat zijn onze ingrediënten voor vandaag. Natuurlijk zeg ik het weer en ieder heeft zijn of haar eigen manier van koken. Wat is uw manier van koken? Laat ons weten in de commentbox. En natuurlijk voor de mensen die onze channel nog niet hebben gesubscribed, vraag ik graag om even te subscriben. Nou, we gaan onze kwikwi weer even omscheppen. En we zullen dan zo meteen wat water in doen. Hij is lekker aan het bakken. Lekker hè.
Ja, ziet er zeker lekker uit. Wanneer heb jij voor het laatst squeakwee klaargemaakt? Laat ons weten. En hier doen we wat water in. En dan gaan we hem laten om rustig gaar te worden. Ja toch? Lekkere squeakwee. Natuurlijk moet je in squeakwee altijd een beetje meer water zetten. Dus veel water. Want hij gaat dan later alles weer opzuigen, als ik het zo mag zeggen. Ja toch? Het water gaat minder worden als hij al klaar is. We gaan hem even afdekken en wachten tot hij gaar is. Let's check. Zie je? Hij is aan het gaar worden. Zie je het kleur van de masala? We gaan hem even weer omscheppen. Je ziet onze Chinese taier, onze kwikwie. Lekker, hè? Ja, zeker. Ik heb hier wat oker en ik zal een beetje oker ook in mijn kwikwie doen. Ja, oker. Het heeft ook een heerlijke smaak, hoor. Ja, zeker. Er zijn mensen die manja in kwikwie zetten, maar ik probeer het vandaag met oker. Ik doe oker vandaag met kwikwie. Wat zet jij graag ook in kwikwie? Laat ons weten. Even gaar aan het worden. Ja! Daar is het. Lekker gaar. Hij is al klaar. En we gaan daar nu lekker smullen ervan. Ja, lekkere kwikwie in warme rijst. Hier wat selderij. Soepgroenten. En ja, onze peper. Dan gaan we dat alles even omscheppen. Smakelijk eten. Bon appetit. Lekker, hè? Klaar is onze kwikwie. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video weer.